Waarom kijk je me zo? Ja. Ja, wat is er dan? Ik ben nooit eens normaal. Gewoon hallo, goedemorgen. Nee, zo gaat dat niet. Het is... Oei! Het is je boy QC. En ik ben vandaag met... Steffi. We zijn er weer. Lekker man. En het is weer tijd voor Lang Leven de Liefde. Maar ik moet zeggen, we hebben vandaag best wel een speciale. Ja. Want het blijkt dat een oud-tante van jou heeft meegedaan. Ja, blijkbaar, ja. Ja, en dat blijkt ook best wel een vrouw te zijn, dus die niet op de mondje is gevallen. Ja. Ja. Ja, dat klinkt wel als een, ja, familie van jou. Ja, ik ben benieuwd of we tegen gaan komen, maar ik vind dit echt speciaal. Maar het rare, ik ken heel die vrouw niet. Hè? Nee? Ben ik echt veel meer doorgestuurd? Ja. Maar je kent haar dus niet? Nee. Wil je er zin in? Ja. Dan laten we beginnen. Let's go. Dat is moeten abonneren. Je zou het niet zeggen, maar Arie uit Broek op Langendijk is al 83. Oh, 83. Voor sommigen een mooie leeftijd om het rustiger aan te doen. Maar zo zit Arie niet in elkaar. Alleen op leeftijd. Hij bruist toch van de energie en kan niet wachten om dat met iemand te delen. Nee, ik zou graag wel weer een keer samen zijn. Warm te krijgen weer. Die Arie die is 83, maar die heeft nog energie. Hoor. Die is ready to knal. Die Arie die houdt wel van een Arie. Laten we kijken. Warm te krijgen weer. Die me ook knuffelt, net zo goed. Zij zegt van, oh, hou je weer mijn arm om me heen, joh. Ik word heel gauw verliefd, ja. In een relatie ben ik altijd heel vriendelijk en leuk. En spontaan. Ah, dan gaan we een muziekje opzetten. En dan gaan we lekker in de kamer nog even een dansje doen. Ja. Nou, ja. Dat vind ik nog heel leuk. Ja, en dan Arie, wat voor dansje bedoelt je? Als ze er leuk uitziet en leuk opgemaakt, dan vind ik het heel fijn. En gewoon leuk. Ja, het maakt niet uit wat voor kleuren haar ze hebt. Als ze maar gewoon gezellig is. Ik ben nog een klein beetje zenuwachtig ervan. Maar hij is wel lief, Arie. Dat lukken. Weer een beetje liefde krijgen voor elkaar. Met een vrouwtje. Maar die uit Gouda is al 11 jaar weduwe. Dit is jouw tante. Van bijna 50 jaar. Met 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen staat ze aan het hoofd van een grote familie. En daar kan nog prima een leuke vent bij. Nou, ik heb een zwak voor mooie mannen. Oh ja, nu zie ik het, hé. Zo, is precies mijn opa, hè. Ja? Oh. Het is ook precies jullie familietrekje. Ja. Zeg maar dat lachen, en dan gaat één handje zo, en dan even... Dat is echt een familietrekje bij jullie. En je doet het nu ook. Je ziet het gelijk. Nou, ik heb een zwak voor mooie mannen. Ja. Ja, of ze mij nog mooi vinden, dat is ook mijn vraag. Ik ben erg humoristisch. Ja, je ziet het wel, je ziet het. Wat mijn minder goede eigenschappen zijn, ja, die heb ik eigenlijk niet. Mijn ideale man ziet eruit flink, corpulent. Wat is er corpulent? Ik heb geen idee hoe woord dat is. Dat klinkt wel interessant. Ik ben corpulent. Ik ben benieuwd. Ik ben spannend. Goedemiddag. Hallo. Zo. We zijn er dan. Leuk te ontmoeten. Ja. Ik ben Arie. Oh, ik ben Marie. En mag ik je een kus geven? Ja hoor. Goed zo. Hallo. Nou, kom gezellig bij zitten. Nou. We hebben zelf een doosje. Alsjeblieft. Ja, nou, en ik heb hier wat meegebracht. Nou. Alsjeblieft. Kijk eens aan. Nou. Welk cadeautje voor elkaar? Kaarsje, leuk. Gouda. Oh, kom je uit Gouda? Ja. Okay. Nou, ik kom op Langendijk nu vandaan. Waar is het dan? Dat is een kop van Noord bij Alkmaar. Oh, zo, dat is een end weer. Ja, hè? Nou, dat is leuk, zeg. Ja, dat is Jannes, dat is leuk. Ik heb het gevoel dat ze het misschien niet helemaal ziet zitten. Nee. Volgens mij ook niet, hè? Nee. Maar is het niet helemaal de smaak? Nee. Maar we weten het nog niet. Nou, ik zal me even voorstellen. Nog een keer. Ik ben Marie. Marie. En ik weet niet hoeveel jaar ben jij? Ik ben 83. 83? Ja. Zo. Maar ik vraag me af, weet je niet van tevoren dan? Nee, maar zei je niet, we leren elkaar kennen. Maar volgens mij zag de 83 niet helemaal zitten. Maar ik weet niet wat zij is. Dat weet ik ook niet, ik ben daar heel benieuwd naar. Maar lieve, dat ziet er niet goed uit. Jouw oud-tante is een beetje, ik wil niet slecht praten, maar een beetje kieskeurig. Ja, beetje kieskeurig. Ja? 83. 83. Ja. Dat in de godverdomme. 78. Nou, valt me wel mee. Wat is dit? Wel leuk. Nou, trek maar open hoor. Hmm. Ik denk, nou, ruikje zou een vrouw wel heerlijk vinden. Nou, dat is wel leuk. Hartstikke leuk. Wat heeft ze gekregen? Heel lief en bedankt. Ja. Kan ik ze even wat inzetten? Het doosje weer dicht. Het doosje gaat weer dicht. Ja, heel lief en bedankt. Ja.
Oh, man. Het is wel droog. Ja, ja. Komt het je bekend voor? Ja. Ho, ho, ho. Ja, is genoeg. Zo. Zo. Wat is het warm, dag, man. Wel kattenkoppie. Ja. Hè? Ja. Zagrijn. Dat is een beetje zagrijn. Jeetje, nou dat heb ik niet hoor. Nee, 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 dat niet. Maar... Zie wel veel trekjes van mij. Ja, maar volgens mij ziet ze de date niet helemaal zitten. Nee. Terwijl, hij is wel echt een liefde, die man. Ja. Ja. Ik weet niet of dit een match gaat zijn, hè? Wat is het warm, dag, man. Man. Ben je zenuwachtig? Ja, jij ook. Nee, 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 nee. Oh. Wat vind jij van mijn type vrouw? Nou, oké. Oh, wacht, lijkt echt als deze. Rekkelijk, ja. Zie je nog niet, jongen. Ja. Wat was je naam ook al? Arie. Oh. Arie. Ja, Arie. En Mar, hè? Ja, hè? Marianne, jij toch? Marie. Oh, Marie. Maar luister eens. Ga je koken? Nou, ik kan wel wat, maar niet nou, uit. Nou, schrijf op. Waarom lach je niet precies? Het is altijd dat handje zo. Dat is gewoon echt een familietrek. Ik ga niet meer lachen. Nee. Ik was strikt. Maar ze was er ook niet van gediend, hè? Dat de naam eventjes verkeerd werd uitgevoerd. Huh? Nee, wat zeg je? Mottap. Gaan we dan eten, lieverd? Hé? Hey? Gaan we dan eten? Hij ga je liever nog even zeggen, hoor. Sorry. Ik zit gewoon naar een oude versie van Stef te kijken. Ja, maar zo kattig ben ik niet. Nee, dat niet, dat niet. Zij is wel echt haatdragend. Dat is wel echt kattig, hè? Ik denk niet dat dit een match in heaven is. Nee, dat denk ik niet. Moet dat hier staan? Ja, mag erop staan, kind. Mag dat hier op? Ja, doe dat maar. Dat kent toch niet? Jawel, dat kan wel. Kijk, oh, zie je? Ja. We gaan ze vragen aan elkaar stellen. Hoppa. Wegwezen. Ja. Moet ze even bij je. Wat doe jij om een relatie spannend te houden? Wat is dit nou voor een onzin? Een achtelijke vraag. Oh, lieve. Ja. Dit klinkt toch als muziekje in de oren. Dat klonk als mij, hè? Ja, dat klonk echt als jou. De bloedlijn is goed doorgestroomd. Oh, dit is... Oh, joi. Oh. Ja. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die, zeg maar, zo boos wordt op mijn vraag. Wat is dat nou voor achterlijke vraag? Ik? Ja. Wat is dit nou voor een onzin? Een achterlijke vraag. Ja. Ze probeerde eerst nog netjes met wat is dit nou weer voor ons? Nee, wat is dit voor achterlijk? Ja, hij weet ook niet meer wat hij moet doen. Liever samen wandelen of samen naar een voetbalwedstrijd? Dan gaan we naar voetballen kijken, samen. Dan moet je elkaar mogen. Nee, wat vind jij zo een afknapper bij een man? Ik hou van chic geklede mannen. Oh, okay. Even in een mooi pak. Wat is volgens jou mijn slechtste... Ze hebben gewoon bijna ruzie daar. En die Arie weet ook niet waar hij terecht in is gekomen. Ach man, ik vind het... Ik heb het te doen met Arie. Ja, ik ook. Ja, hij stelt gewoon alleen een vraag. Een pittige tante. Ja, die kan wel ziek geklede mannen, zegt ze. En wat zei ze nou daarvoor? Iets met, dan moet je elkaar mogen. Ja. Dit kan toch niet? Een afknapper bij een man. Ik hou van chic geklede mannen. Oh, het liefst in een mooi pak. Wat is volgens jou mijn slechtste eigenschap? Hoe ken het nou? Ken je geen eens? Wat een achterlijke vraag. Ga je liever kamperen of lig je liever? Ik ken niet meer. Ah, dat is die Barkie. Zij wordt gewoon helemaal vurig door die vragen. Dat is echt, ja, die ken je niet eens. Hij heeft in ieder geval geen geduld. Nee. Ga je liever kamperen of lig je liever op het strand? Wat een vragen, jongens. Kun je leren? Ja, die Arie weet ook niet meer wat hij moet doen. Oh, die zit daar maar moeders die hoeft te kijken. Ja. Wat een vragen, jongens. Kun je leren? Ja, die is voor jou. Oh. Wacht even dat ik het voor je gelezen heb. Ja, wacht wel. Wat zijn jouw dromen en doelen als het gaat om liefde en relaties? Nou, mijn dromen zijn al een beetje een duivel. Jij zit niet met plezier hier. Moet ik een colaatje pakken voor nee. Je? Dat is mijn humor, hè? Ja.
dromen zijn om een beetje duig. Moet ik een colaatje pakken voor nee, je? Nee, ik pak het zelf. Oh, dat is wel heel pittig hoor. Geef elkaars outfit een cijfer. Oh, nu ben ik wel benieuwd. Geef er een 9. Maar ik vind jouw outfit... Nee, hou ik niet van. Ik hou van nette dingen. Ik hou van een prachtig overhemd. Met een prachtige stropdas. Ja, dat ben ik niet van. Een mooi pak. Ja, dat, ja. Daar heb je een voorkomen. Ja. Zit in je of ja. Zit niet in je? Sorry. Ja, hier is er ook klaar mee. Ja, ik denk ook, ja, dit gaat het niet worden. Hij is bijna aangebrand. Nee, toch? Ja. Maar dan wordt ze gek hoor, als hij aangebrand is. Hé. Hey. Kijk uit hoor. Joh, hij is verbrand. Kijk dan. Hij is zwart geworden. Nee, dat nou, zijn niet... kijk eens. Wat denk je? Nou. Nee, hoor, dat is gewoon dit, die... Gloeiende molenaars. Ja, dat is ene kant van... Nou. Nee, dat is te veel. En smaakt die? Dat is helemaal uitgedroogd. Ik heet zat. Jij maakt toch gewoon een puin. Nee hoor. Dat klinkt echt als jou. Lekker knapperig. Hier, misschien bloeit er nog wat. Je moet een hakbijl erbij. Ik heb een... Dit soort opmerkingen, dit zit echt in jullie familie. Dit zou jij precies gezegd hebben. Ja. Dit, beter gezegd, dit heb jij ook. Dit zeg jij ook ja. Wel eens. Ja. Je moet een hakbijl erbij doen. Dat is echt grappig. Ja. Ik zit wel naar een oude versie van mezelf te kijken. Ja. Ik ben wel een stukje milder dan, maar... Ja, ik ben wel... Ja, maar dit zijn echt jouw opmerkingen, dit. Ja, je moet een hakbijl erbij. Ik heb de kapeerzaag, hoor. En dan ook nog, zeg maar, dat zelf dan grappig vinden. En dan gaat het kluitje zo naar het gezicht toe. Dan komt dat vingertje weer. Dit is precies jou. Dit is precies de familietrek. Oh. Ik weet niet waarom. Waarom we dat doen. Het was een meesterzet van Arie om de pizza te laten misschien aanbranden. Misschien doet het toch wat. Want sinds ze daar samen om gelachen hebben, is Marie een beetje ontdooid. Hey, ze stemt zelfs in met een spelletje. Even kijken. 6, 7, 8. Oh jee. Oh ja, naar bed gaan. Wat zouden we gaan doen? Je hoeft voor mij niet op de bank te slapen, maar je weet hoe ik erover... Hè, gewoon netjes. Oh. Als we gewoon naast hem slapen. Ja. Over de knie. Ja, wat is het? Ik ga vanavond over de knie, wat zegt u dan? Oh, Marie, je gaat vanavond over de knie. Ik hoorde dat niet. Moet je nou net tegen haar zeggen? Ja, dat kan ook maar verkeerd aflopen. Zo. Je ging een beentje bovenop je mel. Zo, dat is knie op je smoel. Ja. Dan moet je die deur niet dicht doen. Alles ben ik bij. Ik hou niet van dichte deuren, denk ik. Hé, klant. Oké, dan doe ik het voor jou. Oh, want als ik vannacht moet plassen, oh, ja. Dan weet ik die deur niet te vinden. Oh, nou, en alle lampen. Die wordt gewoon een partij giftig, omdat hij het deur dicht doet. Ja, die was daar niet van gediend. Nee. Maar ze gaan wel slapen in één bed gewoon. Dat heeft natuurlijk niks te betekenen. Nee. Maar, En alle lampen. Daar kan je wel je lampje vermoedelijk aan doen. Hé? Dan kan je vermoeden dat je lampje toch had. Ja, maar dat... Nee, deur moet open. Oké. Hou van deuren open. Oké. Hoppa. Nou. Ja, die stad valt. Nee. Kijk, dan hoef je niet op de bank. Nee, maar hij moet even luisteren. Ja, wat is er nou weer? Ik wil even een nachtzoentje geven. Kan dat? Nee, ja, hier ook. Ja, maar doe het mee. Nou, ja. Straks wel rust, hè? Wou je dat lichtje uit hebben? Dan kan je ook een klap in je handen geven. Klap in je handen? Ja, als je klap, dan zal ik het proberen. Die Arie, die probeert het nog wel, hè? Even een nakussie geven. Ja. En misschien bloeit er nog wat, ik weet het niet. Ja, dat ken je niet. Nou, zal ik het dan proberen? Ik krijg nou wat. Ja, mooi. Oh, wat gaan ze nou doen? Nou, kun jij ermee overweg? Oh. Nou is dat weer een punt. Oké. Okay. Ja. Nou, eens even kijken wat je... Oh, wat een toestanden, jongens. Rosa, geen album. Ik heb het weer. Oh, wat erg.
Nou, Rosa. Nichtje. Nichtje, nou, dan druk je op je nichtje. Nou, is... wacht. Ja, moet even wachten. Heb je gebreld op groen? Onderin? Rood is rood. Rood niet, rood is hallo, rood. Ik weet zeker dat die Arie is helemaal in de stress. Ja. Die denkt, ja, als het maar werkt. Die denkt, als het niet werkt, ben ik de lul. Die man leeft al een dag gewoon in complete stress. Die weet het ook niet meer. Oh, de hele. Ja, Rosa. Hallo, nou, tante Marie. Nou, luister, ik ben hier, maar ik ga naar huis. Het is niks. U gaat naar huis? Ja, vanmiddag, ja. Nee, mijn type niet. Volgens mij hoort hij het gewoon. Oh, oké. Okay. Ja, jammer. Ja. Nou, nee, joh. Dat is nog niks. Oké, okay, tante Marie. Oké, okay. Dag, Rosa. Volgens mij hoort hij het gewoon, hè? Ja. Nou, wil ik eens vragen. Hoe heb jij dat ervaren? Ik heb geen klik. Ja. Ik ben eerlijk. Kijk, ja, als dat wel zo was, tuurlijk had ik een paar dagen met u doorgebracht hier. Verlengen, ja. Maar als dat er niet in zit, dan houdt het bij mij op. En bij u? Ja, precies hetzelfde. Nou dan, dan zijn we er toch. Oh, man. Het is wel heel recht door zee. Ja. Heel recht door zee. Maar altijd als ze iets uitleggen, het klinkt gewoon bijna alsof ze boos wordt, zeg maar. Ja. Dat is wel pittig. Nou ja, dan moeten we onze koffers maar in gaan pakken. En dan gaan we de deur uit. Ik hou mijn hart vast voor de toekomst. Nou. Ja, maar het begint nu alweer. Zo erg ben ik niet. Wat zegt ze terwijl ze me een klap geeft? Oh. Ja. Nou, de koptelefoon is af. Ja. Ik wil jou bedanken. Was weer leuk. Weer gekeken naar Lang Leven de Liefde. Dit is wel best wel een speciale episode. Vonden mensen het thuis nou leuk? Vergeet dan niet te liken, te subscriben. Ik ga me vast al klaarmaken voor mijn oude dag. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie later. Schuda!